Bij overheidsgebouwen hangt de vlag half stok vandaag. Dat is ook het geval met het Arnhemse stadhuis en het Paleis van Justitie. Net als elders in het land wordt een minuut stilte in acht genomen in verband met de gebeurtenissen in Parijs. RTV Arnhem was erbij en sprak met burgemeester Herman Keizer en SP-raadslid Luc van Geffen. U stond hier net met de commissaris van de Koningin en Koningin en burgers van Arnhem om stil te staan bij de gebeurtenissen in Parijs. U noemde de trias politica een waarde die wij hebben. Ja, die drie vlaggen die hier hangen, die staan symbool. Ik heb gezegd, die staan voor de kernwaarden van de Franse Republiek. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar ze staan ook voor de trias politica, de scheiding der machten. In een democratie is nooit één onderdeel van de staat de baas. Die controleren elkaar en die zijn ook onafhankelijk. En normaal gesproken houden wij afstand tot elkaar. Maar als het er echt op aankomt, dan moeten wij elkaar opzoeken om schouder aan schouder te laten zien. Hier staat één weerbare overheid, de drager van de democratische rechtsstaat. Maar de echte dragers van de democratische rechtsstaat, dat zijn natuurlijk de burgers van de stad en van Gelderland. En die waren hier ook in grote getale. En dat heeft me heel erg deugd gedaan dat wij hier vandaag als overheid niet alleen stonden, maar samen midden tussen onze burgers in. Je noemde ook de vluchtelingen. En die hebben dit weekend gedemonstreerd tegen de terreur in Parijs. Nou, ik weet niet of het een demonstratie was. Ze hebben in ieder geval zijn ze met elkaar als groep door de stad getrokken met een aantal briefjes. Waar ze op hadden geschreven van kijk eens wat wij vinden. Dat vond ik aangrijpend, dat vond ik aandoenlijk. Ik heb ook met ze gesproken. Zij zijn voor het geweld op de vlucht gegaan. En zij schrikken misschien meer nog dan wij. Omdat zij weten van wat het is en dan zien en horen zij van, komt dat nu ook naar Europa? Nou, dan moeten we alles aan doen dat dit verder zijn weg door de wereld gaat vinden. We moeten nu zorgen dat men tot inkeer komt en dat wij vooral ons niet laten bang maken door dreiging met geweld of het toepassen van geweld. Want mensen die bang zijn, die mogen zich niet laten verlammen. Bang zijn mag, heb ik vanmorgen nog van een collega gehoord op de radio. Maar je moet je niet laten verlammen, want je moet wel blijven vechten voor de vrijheid. Waar anderen, dat weten wij zeker hier in Arnhem, eerder ook voor gevochten hebben. Je was hier bij de manifestatie ter herdenking van de gebeurtenissen in Parijs. Hoe staat u hier tegenover? In stilte, wegens de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs. En ik vind het bijzonder om te zien dat wederom Arnhem heeft laten zien dat ze solidair zijn met de Parijzenaren. En uiteindelijk staan voor de vrijheid die we met z'n allen zo belangrijk vinden. En dat we hier zo massaal even met z'n allen in vrijheid een minuut stil zijn geweest. Dat waardeer ik bijzonder. Het is natuurlijk de aangelegenheid en de reden waarom we hier staan is natuurlijk bijzonder triest. Maar we laten hiermee ook zien dat we niet bang zijn en dat we staan voor onze vrijheden die we met elkaar hebben verworven.